Nijmegen is een der zwaarst beproefde steden van ons land. Vooral de zakenwijk is zwaar getroffen. 400 winkelpanden werden verwoest en in totaal werden ruim 2200 huizen vernield en 13.000 ernstig beschadigd. Ook 7 kerken gingen verloren. Men is begonnen met barakkenbouw voor noodwoningen, maar dat is lang niet voldoende om alle daklozen te huisvesten. Enkele noodwinkels kunnen niet in de behoefte voorzien. 800 Nijmegenaars wonen nog in schuilkelders. Het is in ieder geval beter dan onder een lek dak, zoals zoveel Nijmegenaren boven hun hoofd hebben. Deze mensen gaan de winter met zorg tegemoet. En het wordt de hoogste tijd dat hier op voortvarende wijze wordt aangepakt. Nijmegen wil graag dan uit de mouw steken, maar het moet geholpen worden.